124 woningen aan de Kruidenlaan krijgen een energiezuinige opknapbeurt. De huizen van woningcorporatie Tivels worden van binnen en buiten gerenoveerd. De verbouwing is inmiddels van start gegaan. Nu zijn de woningen matig geïsoleerd. Niet alle onderdelen, bijvoorbeeld het dak is helemaal niet geïsoleerd, de vloer niet, de gevels maar deels. En als mensen hebben gekozen voor het isolatiepakket, wat ook helemaal eigen keuzes van de huurders, dus niemand is verplicht om deel te nemen. Nou, dan isoleren we al die onderdelen nu wel. De bewoners zitten voor een paar weken in de rommel, maar hebben dat er graag voor over. Die huizen een beetje verwaarloosd zijn. En mijn badkamer is kapot en ik bel ze op om te komen maken, want het duurt lang om het te doen. En eindelijk zijn ze gekomen. Ze zijn komen werken. En ik ben blij ermee. In het begin krijgen we nieuwe dakpannen. De woningen worden beter geïsoleerd. Op alle mogelijke manieren, wanneer de bewoners het willen. Het hoeft niet altijd. De woningen waar geen centrale verwarming in is, daar wordt het in aangebracht. Met de nodige huurverhoging die er daarbij hoort. Tivels start met 124 woningen. Uiteindelijk wil de woningbouwvereniging meer energiezuinige woningen. Afhankelijk van hoe dit project gaat, want voor ons is dat betreft ook een eerste keer dat we bij planmatig onderhoud deze grote schaal isoleren. Kijken wij ook hoe het uitpakt. Als het een succes is, gaan we misschien precies hetzelfde door. Misschien schaven we het wat bij of zetten we iets anders op een andere manier in. Het ligt een beetje aan wat de bewoners, de huurders ervan vinden en hoe het voor ons uitpakt. Begin zomer 2012 verwacht Tivels klaar te zijn met de renovatie van de huizen aan de Kruidenlaan. Arman van der Smis is aan het trainen voor het Nederlands kampioenschap duathlon op zondag 18 september. Een duathlon bestaat uit 10 kilometer hardlopen, 40 kilometer fietsen en daarna weer 5 kilometer rennen. Ik vind het een hele mooie sport. Wat ik zelf het mooiste vind is dat ten opzichte van hardlopen en fietsen, dat in de training dat je zaken kan combineren. Dus de ene keer ben je aan het lopen, dan ben je aan het fietsen. Als je wat geblesseerd bent met lopen, kun je weer meer gaan fietsen. Ik vind allebei de sporten heel mooi en de combi, ja, dat is toch een beetje mijn passie geworden in de loop der jaren. In juni van dit jaar is Van der Smissen hard gevallen en geblesseerd geraakt. Hij verwacht daarom dit NK niet te gaan winnen. Die kans lijkt me niet zo heel erg groot. Het zou eigenlijk ook niet mogen. Ten eerste vanwege mijn leeftijd niet, maar mijn voorbereiding is eigenlijk zo versnipperd geweest dat mag geen verwachting zijn. Je kunt het tot heel lang doen sowieso. Op topniveau, ja, dat kan later dan met andere sporten. Dus als je 35 bent, dan ben je nog lang niet afgeschreven. Maar als je tegen de 40 loopt en over de 40 heen zoals ik, dan wordt het natuurlijk toch fysiek wordt het minder. Nou ben je 42, dan ben je eigenlijk afgeschreven als topsporter. Wat wil je worden later als je groot bent? Ja, dat is wel iets waar ik waar ik wel weer een tijdje mee aan het worstelen ben. Dus ik heb op het moment een bedrijf waarin ik allerlei sportactiviteiten doe en sportprojecten draai. Ik ben dit jaar bij een school begonnen in Breda voor 3 dagen in de week. Nou, ik heb wel gemerkt dat allebei bij elkaar is wel heel veel. En eigenlijk ben ik toch nog wel een beetje zoekend. Ja, als je bij de vrouwen kijkt, dan hebben we denk ik twee grote kanshebbers. Dan hebben we Rut van der Meijden, die vorig jaar hier ook Nederlands kampioen werd. Die was vorig jaar ook Europees kampioen en dit jaar vice-Europees kampioen. En we hebben Stephanie Bauma, die is op het moment uit Groningen. Die doet het op het moment heel erg goed. En ik denk dat dat wel een beetje een tweestrijd wordt. Als je bij de mannen kijkt, dan is de strijd denk ik veel opener. Dan kun je wel 10, 15 mensen noemen die op het podium zouden kunnen eindigen. Ik denk zelf dat Wim Nieuwkerk de grote favoriet is. Maar het is niet gespeeld. Er zijn toch wel veel jongeren op het moment, ook onder 23, die het heel goed doen. En er komt een grote groep aan bij de mannen. Het NK Duathlon wordt op zondag 18 september in de Racehof gehouden. Samen breien en haken aan een kleurrijke Tilburg. Het project Stad van Kant is opgezet in het kader van Tilburg Textiles. De komende weken omhullen zij allerlei objecten, zoals een brievenbus, lantaarnpaal of bankje, met gebreide en gehaakte lappen. Deze lappen moeten natuurlijk wel eerst gemaakt worden, zoals hier in het winkelcentrum Wagnerplein. De onthulling van een nog onbekend ingepakt object gaat plaatsvinden in de Nacht van de Cultuur op zaterdag 29 oktober. Nieuw gebruik, oud gebouw was dit jaar het thema van Open Monumentendag. Zo is in de ijzergieterij van de gebroeders Le Can nu een aantal culturele instellingen ondergebracht. BO2 Architectuur en Stedenbouw is gevestigd in de oude Rijks-HBS. Het Museum voor Moderne Kunst De Pont was vroeger een fabriekshal. En het oude Trappistinnenklooster wordt gemeenschapshuis en bibliotheek.
De 19 monumenten die hun deuren hadden geopend ontvingen in totaal zo'n 7500 bezoekers. Volgend jaar staat Open Monumentendag in het teken van groene monumenten. Kom op, oh ja! Dat is edel. Zondag 11 september stond Udehout in het teken van de 29e editie van de Unitse Nechts, een traditionele jaarmarkt met een vleugje folklore. Jong en oud, iedereen kan zich hier prima van maken. We zijn vanmorgen begonnen met heel mooi weer. En dan trekt het veel mensen en veel kraamhouders, dus veel bezoekers. En dan gaat het niet meer verkeerd. Dan zitten we tussen de 10.000 en de 15.000 bezoekers. Voor mij is het de eerste keer dus en er zijn nog wel een paar dingen die me tegenvallen. De intrede als eerstes en ontzettend veel lege gaten. Maar het is over zijn algemeen wel leuk, maar als je een intrede moet betalen dan verwacht je ook minder lege plaatsen. Ja. Alsjeblieft, dankjewel. De opbrengsten van entreegelden die worden deels gebruikt voor goede doelen. Dat wil zeggen, daar worden ouderen rondom carnaval worden daarmee getrakteerd. Er worden bloemstukjes verdeeld onder ouderen en zieken in het dorp. En er worden ook zaken georganiseerd voor de mensen. En daarnaast is een deel van hun opbrengst wordt gebruikt om de carnaval mogelijk te maken in het jaar daarop. Volgend jaar zal de organisatie extra moeten uitpakken, want dan is de 30e editie van deze markt.